bijzonder goed, bijzonder goed opgezet. Een hele mooie combinatie van zijn, van hem als persoon, als bisschop, als mens, als Suriname. Zijn maatschappelijke rol in moeilijke tijden, maar ook die laatste jaren dat hij het toch wel heel moeilijk heeft gehad. En ik vond het heel mooi gedaan. Een goede afwisseling van sprekers, van beelden. Hele mooie historische beelden ook. Ik vond hem boeiend. Het heeft mij geen moment dat ik dacht van, oh, wordt het eentonig of zo. Dus mijn complimenten echt aan de Backlot, het hele team, voor een hele goede en hele professionele documentaire. Voor wie is deze documentaire bestemd? Het hele Surinaamse volk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij deze grote Suriname in ere houden. Hij is een Suriname die heel veel voor dit land heeft gedaan. Die heel veel mensen heeft samengebracht, hoofd heeft gegeven. Heel sterk zich heeft ingezet ook voor die eenheid en verscheidenheid tussen allerlei bevolkingsgroepen. En dat kon hij als bisschop natuurlijk iets beter, omdat hij dan het hoofd was van het katholieke deel van de bevolking. En dat heeft hij heel veel gedaan. Dus ik denk dat deze documentaire echt voor iedereen is. Stukjes geschiedenis, maar ook een stukje ere van een groot Suriname. En hoe gaat deze documentaire vertoond worden? We gaan binnenkort een tweede weekend hebben met vertoning hier in de kathedraal. Dat gaan we dan al ruim aankondigen in de samenleving, dat men dat echt heel goed kan weten. Dan gaan we een zaterdagavond en een zondagavond achter elkaar hebben. En daarna is ons plan een beetje om een soort schema op te zetten, dat ook in districten, in binnenland vertoningen kunnen zijn. Want natuurlijk tegenwoordig kun je heel makkelijk met een beamer en een scherm kun je overal het vertonen. Dus dat willen we zeker ook doen. We zitten ook te denken om te kijken dat we naar onze jongeren toe, misschien bureaustudenten enzovoorts, ook wat mogelijkheden geven om hierna te kunnen kijken, want zo eren we onze eerste Surinaamse bisschop. En voor de jeugd is het belangrijk dat ze deze documentaire zien? Ja, want hij is bisschop geweest in een bijzonder veelbewogen periode van de Surinaamse geschiedenis. En je ziet een heleboel beelden voorbij komen en een stuk geschiedenis van Suriname op een hele persoonlijke manier. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat ze daar goed kennis van dragen. Ja.